Wij staan in Panningen en we gaan weer iemand verrassen. Vandaag het ontbijtje van bakkerij Teun, wat ik mag gaan bezorgen. We zijn benieuwd of de gasten thuis zijn. We gaan het zien. Een goedemorgen. Goedemorgen. Wij overvallen u misschien. Ja, dat is zeker. U bent nu live op de radio. Oh, dankjewel. Meneer Luiten, als ik goed geïnformeerd ben. Hallo. En mevrouw Luiten. Ja, klopt. U bent allebei live op de radio. Oh. En er worden opnames gemaakt voor de televisie. Oh. Er is iemand zo vriendelijk geweest om u een verrassingsontbijtje te laten bezorgen. Dankjewel hoor. En dat mag ik doen. En er is natuurlijk de vraag waarom, of niet? Ja, daar ben ik wel benieuwd naar. Nou, misschien mag ik de microfoon even bij u houden. Ja. U bent Truus Luiten, begreep ik. Ja. En Denise heeft dat voor jullie aangevraagd. Omdat u een heel bijzonder jaar, moeilijk jaar heeft gehad. Ja, dat klopt. En ik weet niet of u daar iets over wil vertellen. Nou, ik wil er wel wat over vertellen. Ik heb dus een agressieve soort borstkanker. Oké. Okay. Ik heb 5,5 maand chemo gehad. Die heb ik nu achter de rug. En nu ben ik aan het wachten op mijn operatie. Dus er zat een knobbel in mijn borst en de lymfeklieren onder de oksel waren aangetast. Mag ik zeggen dat u er nog geweldig uitziet? Ja, dankjewel. Want u heeft al heel wat bestralingen gehad. Ja, ja. De bestraling komen nog. Ik heb de chemo gehad. De chemo is achter de rug. Nu komt de operatie en daarna komt nog de bestraling. Dus de spannende tijd is echt nog niet voorbij? Nee, dat zal nog een klein half jaar te duren. Ja, dus. Nou, en in deze coronatijd is het misschien nog extra lastig dat er niet even iemand binnen kan komen om u te knuffelen. Ja, dat is inderdaad. Soms wel een beetje eenzaam. De wereld is klein, hè? Wat zegt u? Zegt de wereld wordt dan klein, hè? Ja, zeker. En zeker in deze moeilijke periode. Dus daarom heeft uw dochter Denise bedacht van we laten ze extra verwennen met een verrassingsontbijtje van Omroep 1. Ja, ik vind dat geweldig. Vandaag verzorgd door bakkerij Teun uit Panningen. Ja. En het groenteheufje natuurlijk, groentehoofd in Panningen.